De dienstauto die door de kinderrechter gebruikt werd, werd zaterdag nooit gebruikt. Toch werd op een gegeven ogenblik door, ik zeg maar even, mijn kinderrechter, die ik al aangegeven had, de dienstauto gebruikt of door de chauffeur dan op zaterdag. Die ging naar kinderthuizen in Zeist. Was een kinderthuis waarvan ik het weet met getuigen, om jongens op te halen. Die werden gebracht naar het Paleis van Justitie. Daar werden pornofoto's gemaakt. Daar werden jongens, kinderen, geslagen met stok en zweep. Daar heb ik onder andere een brief van gekregen van de rechtermeester van Lelyveld, die zich over mijn zaak gebogen heeft. Als enige rechter heeft hij zich heeft hij eigenlijk mij gesteund. En hij heeft na het interview met jou, wat jij met mij hebt gehad in Vrij Nederland, heeft hij een brief geschreven naar de meester Berger, ja. De procureur-generaal bij de Hoge Raad. En daar heeft hij gezegd, jullie zijn, wat jullie met Keuls doen, dat is volkomen onterecht. Keuls heeft namelijk gelijk. Ik kan namelijk getuigen dat kinderen op het Paleis van Justitie worden geslagen met stok en zweep. Daar heb ik weer de getuigen van die jongens. En het is één van de redenen waardoor ik nu mijn ontslag neem. Omdat ik niet wens te werken bij zo'n werkgever. En dat is meester van Lelyveld geweest. Ja. Hij is verguisd. Hij heeft uiteindelijk ook het land verlaten, 10 jaar. Om zijn vrouw, Helle Haassen, die mijn vriendin was, mogelijk te maken om door te schrijven met waar zij mee bezig was. Helle heeft mij gevraagd of ik de brief die hij geschreven heeft naar de procureur-generaal en die voor mij een vrijbrief was geweest, waardoor ik een totaal ander leven had gehad vanaf dat moment, als ik hem aan de pers had mogen geven. Dat heb ik niet gedaan omdat Helle mij verzocht dat niet te doen, omdat Jan van Lelyveld het al moeilijk genoeg had met deze hele situatie. Je hebt het al gepubliceerd in een boek. Uiteindelijk, nu, na 30 jaar, nadat Hella vlak voor haar dood het kennelijk toch niet kon verkroppen dat ze mij dat gevraagd had, mij bij zich had geroepen en mij had gezegd, je kan de brief publiceren. Ja. Ik zei, 30 jaar te laat. Je had het toen moeten doen, had ik 30 jaar een ander leven gehad. Toen zei ze, maar ik doe het nu. Ik ben zover. Ik kan het doen. Dus die brief is in mijn bezit. De officiële brief zelf heb ik in bewaring gegeven bij het en bij mijn uitgever en een kopie ervan bij het museum voor letterkunde. Terecht, want als hij wegraakt, dan is er helemaal alles weg. Maar ik heb hem wel af laten drukken in 2 boeken die daarmee te maken hebben. Dus ik heb het bewijs. En ook zelfs dat een rechter zegt, porno wordt gemaakt op het Paleis van Justitie. Door een rechter in een stad van vrede en recht. Precies. In Den Haag. Ja. Maar die foto's zijn nooit gevonden. Die circuleren. Natuurlijk. Niemand weet welke foto's er zijn. Maar dat is als je porno. Nou echt een foto zou hebben van de kinderrechter die daar zo'n jongen aan, met een tape aan het aftuigen heeft. Er waren getuigen. Er zijn getuigen. Ja. Zelfs de chauffeur en de portier, die heeft gezegd, het is waar. Want ik heb, en de beveiliger, ze hebben allemaal op zaterdag terug moeten komen. Er was ook één jongen, dat staat ook in de brief van Jan van Lelyveld. Die dus door het lint ging, die dus dit niet wilde doen en die is door de beveiliger die is erbij geroepen. En die wist er dus ook alles van. Maar de chauffeur wist er ook alles van, die dacht, dat kan hier allemaal. Mijn dochter moest ook de chauffeur van Demmink gewoon een hand geven. Hij werd ook door zijn chauffeur bij het bos en bij de Kubuswoningen afgezet.
Ja. Het is gewoon bizar. Kijk, maar dat er niks met die zaak van jouw dochter gebeurd is, dat staat dan van, nou, één bron is geen bewijs. Dat is tot op heden zeggen ze dat, maar dat is absoluut onwaar. En ik heb rechten gestudeerd en het is zelfs sterker nog, je hebt maar een heel klein beetje bewijs nodig in een zedenzaak om in ieder geval voor de rechter te komen. Want wat die rechter denkt is ook bewijs zelfs. Dus als... zeg maar, als iemand verklaart dat er een bepaald polshorloge die man aan had, is dat al steunbewijs. Zo weinig is er maar nodig. En ik had ooggetuigen, andere kinderen in het gezin die het verklaarden. Ja, maar dit is medische, gynaecologen. Dat altijd werd afgedaan. Vroeger ook. Ja. Ja, het woord van het een tegenover het woord van het ander. Altijd seksueel misbruik. Juist, en daarom had ik zelf heel veel onderzoek gedaan, ook met Hofman-recherche. Heel gerenommeerd, kan niet te gerenommeerder. En tot iedereens verbazing wordt het dan toch wel, want Hofman had ook gedacht dat wordt een zaak. En gewoon niet.